Ja, voerder, dat was even een tikkie in de blessuretijd. Ja, ja, deze hadden we niet verdiend, maar ja, dat is voetbal. Is het niet verdiend, vind je? Nee, ik vind hem niet verdiend, nee. Ik denk dat we de eerste helft domineren, goed voetballen. Ik denk dat zij weinig druk op ons krijgen. Ik denk dat we daar nog wel meer uit kunnen halen. De tweede helft willen zij wat meer druk gaan zetten en dan zie je dat wij iets meer de lange bal moeten spelen. Maar ik moet zeggen, ze hebben een schot op de lat gehad en ik denk dat het wel was. Laatste goal die valt in de 91ste minuut uit een ingooi. Dan denk ik, hoe kan het in hemelsnaam dat hij er nog in gaat? Ja, doordat wij net niet scherp genoeg zijn. Dat wij net niet, en volgens mij ging het om twee keer een meter. En dan hangt hij. Dan kan je zeggen dat sommige spelers bij hun geen bal hebben aangeraakt, maar hem wel maken. Ja, want jij en Bos hadden in principe alles redelijk op orde in de wedstrijd, had ik het idee. Die Veldwijk die kwam er zeker in de tweede helft nauwelijks mee aan te pas. En dan ben je toch in de slotfase nog één keer kwijt. Ja, en dan hangt hij. En dat is ook kwaliteit. En daarin moeten wij beter doen. Zo simpel is het. In de eerste helft komen jullie zelf een voorsprong door kopbal voor jou. Je eerste goal in dienst. Kun je er nog een beetje dan van genieten? Of is dat al iets wat je dan heel snel weer vergeet? Dat je denkt van joh, laat gaan. Nee, daar kan ik nu nog niet echt van genieten. Onze taak is om te verdedigen. En als wij twee keer zulke tegentreffers krijgen, dan ben ik daar niet blij mee. En dan kan ik daar nu nog niet van genieten. Als het misschien later ziet dat je die goal maakt, dan kan je daar tevreden mee zijn. Ik ben ook blij dat die een keer is gevallen. En uit een corner ook. En natuurlijk, dat doen ze wel goed. Daar trainen we ook op. Maar wij staan er om te verdedigen. En dat we dan na de 2-0 meteen hem zo tegenkrijgen en in de 91ste minuut nog, dat stemt mij niet tevreden. Ja, want daar wilde ik eigenlijk nu inderdaad heen. Die goal die heel snel valt naar die 2-0. Waren jullie nog in de zevende hemel door die tweede treffer? Of? Ja. Het was 30 seconden, geloof ik. Ja, nee. We stonden... Ging alles mis? Ja, we stonden gewoon goed. En volgens mij is daar een communicatieprobleem. En dan valt hij voor hun voeten en dan schieten ze hem binnen. En dat heeft denk ik niks te maken met dat we nog op een roze wolk zaten. Jullie kunnen wel mee met misschien wel de grootste titelkandidaat in de keukenkampioendivisie. Geeft dat ook enigszins nog vertrouwen of wisten jullie wel dat jullie gewoon prima met deze ploeg mee kunnen inmiddels? Ja, tuurlijk. Het is wel fijn om elke wedstrijd te laten zien wat je kan. En ook te zeggen van achteraf van ook met deze tegenstander kunnen we mee. En vond ik ons beter. Dus ja, tuurlijk. Maar dat komt misschien over 2 dagen dat je daarna gaat kijken en dat je dat kan zeggen. Maar op dit moment is het resultaat dat telt. En denk ik dat wij niet heel tevreden kunnen zijn als je naar het spel kijkt met een punt. Je bent koploper af? Ja, ik hoorde zoiets. Ja. Jammer.